Waarom dit boek? Ja, dat is een hele moeilijke vraag, want ik lees heel veel boeken en ik heb heel veel favoriete boeken. Dus ik wou het graag hebben over het laatste boek wat ik op dit moment aan het lezen ben. En dat is het boek van Peter Raad, dat heet De Middeleeuwen. Maar dat boek gaat niet over de middeleeuwen, maar dat gaat over hoe de mensen over de middeleeuwen dachten sinds de Renaissance. De middeleeuwen heeft een heel slecht imago gekregen in de Renaissance als de periode dat het niks was gebeurd. En Peter Raad die kan ons op haarscherpe wijze uitleggen dat de middeleeuwen in de loop der jaren een hele belangrijke functie heeft ingenomen in de historiografie en ook in het onderwijs in geschiedenis.